Het Julianaplein bij de wedren is definitief omgedoopt tot het Vierdaagse Plein. Maar wat vinden de Nijmegenaren hier eigenlijk van? Oh ja, de Vierdaagse leeft enorm in Nijmegen. En ik denk ook in de rest van het land wel. Dus wel herkenbaar. Ja, goede naam. Ja, ik vind het wel een goede ontwikkeling. Want natuurlijk, de Vierdaagse in Nijmegen, dat is over de hele wereld bekend in principe. En als je dan zo een plein daaraan kan, daarna kan benoemen, zeg maar, als het ware, dan vind ik dat wel een heel groot eerbetoon. En dan vind ik dat ook terecht dat het nu bij de 100ste Vierdaagse gedaan wordt. Nou, ik vind het een goeie. Ja, Vierdaagse plein. Ik bedoel, Vierdaagse is Nijmegen en een plein is er nog niet. Dus why not, zou ik zeggen. Ja, geweldig. Hartstikke leuk, joh. Maar een keer verandering, denk ik. Ik ben meestal ook dat plein gewend daar, maar dat is meestal voor de Vierdaagse lopen, zeg maar, als ze voor start gaan, zeg maar, weet je. Maar ik vraag me eigenlijk af van wat willen ze hier gaan doen? Maar ik moet natuurlijk wel met de vrachtwagen erbij kunnen. Maar nee, maar ik vind het geweldig, ja, waarom niet? Toch? Een stukje Nijmegen, de 100ste Vierdaagse dit jaar. Dus waarom niet, joh?